De politie krijgt binnenkort een nieuwe korpschef, vertelde justitieminister Kenneth Amoksi gisteren aan journalisten voor aanvang van de Raad van Ministers. De bewindsman stelt dat er al iemand in het vizier is, maar de informatie over de kandidaat nog niet zal worden gedeeld. Ik denk dat we sowieso gaan naar een, situatie van een waarnemend korpschef om verder de zaken af te ronden en dan te komen tot een aanstelling van een korpschef. Ja. Is er al iemand in potentiële kandidaat? Sowieso, als we bezig zijn, moeten we mensen in beeld hebben inderdaad. Mag het een politieke benoeming of gaat het gewerkt worden vanuit het rangstelsel van het korps? Het wordt zeker geen politieke benoemingen, omdat de mensen die daar zijn in het korps, uit het korps komen. Dus het kan zeker geen politieke benoeming zijn. Amoksi zegt verder dat er rekening moet worden gehouden met het korps in zijn totaliteit als het gaat om benoemingen. Het is belangrijk te weten hoe sterk de organisatie staat. De opbouw moet naar zeggen van de bewindsman gestructureerd blijven. We moeten kijken naar bijvoorbeeld de opbouw van het korps. Vanaf mijn aantreden heb ik aangegeven dat eigenlijk de structuur van het korps zo er nu zo uitziet, weet je, de mensen die er zijn om continuïteit te garanderen, moet sowieso versterkt worden. Er moeten sowieso mensen worden opgeleid. Toch, de afgelopen jaren is er niet echt structureel daaraan gewerkt, zodat we nu met een situatie zitten. Maar we gaan mensen opleiden, we gaan mensen zeker op die strategische posities krijgen die nodig is om het korps naar een hoger niveau van functioneren te tillen. Amoksi zegt dat er afspraken zijn gemaakt ten aanzien van de doorstroming van personeel. Het is de bedoeling dat wanneer een nieuwe korpsleiding wordt aangesteld, deze orde op zaken zal stellen, zodat een ieder de mogelijkheid kan krijgen om carrière te maken binnen de organisatie. Amoksi zegt dat hij tot nu toe tevreden is met de resultaten van operatie Veilig Suriname. De middelen om de actie verder te draaien worden volgens hem in orde gemaakt, zodat de veiligheid kan worden gegarandeerd.